Oeh, Ajax gezien. Oh, jongens. Ja, in Rotterdam zitten ze zo, hè. Ja, ik niet, hoor. Ik ben wel een Feyenoord, maar... Nee. Dit gaat te ver. Ja, en daarbij, ik hou gewoon van mooi voetbal. En ik wil ook graag een goed spelende Ajax zien. En ik hoop ook altijd dat een Nederlandse club het goed doet in Europa. En Maurice Stijn, die ken ik goed. En die gun ik ook gewoon het allerbeste. Dus dat zijn allemaal redenen. Maar vrienden, waar ik al een hele tijd op wijs. En wat ik nog nergens heb gehoord, nergens heb gelezen. Het gaat erom bij Ajax. Je kan niet zomaar heel veel Latino-spelers wegdoen. En denken, dat koop ik wel terug. Dat koop je niet terug, vrienden. Nee, dat is onmogelijk. Latino-spelers, dat is een apart slag. En dan heb ik het over de Tagliafico. En dan heb ik het over Alvarez. En dan heb ik het over Martinez. Dat soort spelers, als je die kwijtraakt, dat koop je niet terug, want dat is een enorme mentaliteit wat die gasten hebben, die Latino's. Die jongens in Argentinië en Mexico. En ik heb ze vaak zien spelen toen ik daar op Aruba woonde en in Florida heb ik veel dat soort voetbal gezien. En dat is met een passie en met een hart spelen zij en met een inzet en met een wil. En die gaan elk duel in met het idee van die bal is van mij. Die pak ik. Die krijgt niemand anders. En uit dat duel kom ik als winnaar. Bam, met bal, klaar. En dat zie je helemaal dan niet terug nu. Bij dat Ajax. Het is allemaal een beetje lanterfanterig en noem het maar op. Maar die mentaliteit, vrienden, van die Latino's, dat verkoop je. Dat geef je weg. En zie dat dan maar eens. Dat koop je niet zomaar terug. Nee. Met die passie, die mentaliteit, vrienden. Nee, die is niet te koop. En dat gaat Ajax misschien opbreken.